Tegenwoordig, als we een vuurtje willen maken, pakken we gewoon een aansteker. Of natuurlijk lucifers. Maar wat als je die nou helemaal niet hebt? In de ijzertijd hadden ze daar iets heel slims op bedacht. Namelijk een stukje ijzer en een vuursteen. Als je die samen slaat, komen er vonken af die je kan gebruiken om een vuurtje te maken. In deze aflevering van Groen en Doen laat ik zien hoe je met een vuurslag en een vuursteen een vuurtje kan maken. Ik heb hier een stukje leer waar ik wat gedroogde houtsnippers in leg die we kunnen gaan gebruiken om het vuurtje aan te maken. En daarbovenop leg ik de tondel waarop ik de vonkjes probeer te slaan. En zodra die gaat gloeien, gaat er nog meer hout bij. En dan gaan we blazen om te zorgen dat het vuur wordt in plaats van alleen een gloeiend stukje. Nou, je ziet ze al wel een beetje vliegen, hè? Ja, ik heb er één. Het gloeit. Ik pak de gloeiende tondel op. Die doe ik in het hout. Het hout vouw je eromheen. En dan gaan we heel langzaam blazen. En er wil steeds meer rook uitkomen. Er zijn verschillende materialen die je kunt gebruiken om vuur aan te maken. Ik heb er nu wat houtsnippers bij liggen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook er een beetje stro bij doen. Zo, dan heb je verschillende materialen die ook op verschillende temperaturen ontvlammen. En ik heb vuur. Als je dit nou neerlegt en er een beetje takjes op doet, dan heb je een heel mooi beginnetje voor een kampvuurtje.